Een molen gelijk dan deze is helemaal van hout. Als je ermee wilt draaien, moet je met een wieken juist in de wind staan. De wind moet er rechtop komen. Omdat in Oostenrijk de wind van alle kanten kan komen, moet de molen in zijn geheel in de wind kunnen gedraaid worden. Dat doen ze met die ketting beneden aan een trap en die 12 palen rond de molen. Al heel vroeg was er klap van een molen op de berg. Rond ongeveer 1200 zat hier een molen hebben gestaan. Dat is dan tegelijk het vroegst dat er sprake is van een molen in de provincie Antwerpen. Toen was hem van de heren van Dist. Later, rond 1500, was hem van de prins van Oranje. In 1728 is hem helemaal hermekt en is hem gelijk een merneien bijstaan. In 1965 zijn ze gestopt met malen en in 1969 werden beschermd als monument. In 1978 heeft de gemeente hem gekocht en laten opmaken. Tot op vandaag woont hem in iedere geheuwe door een comité die er feesten voor doen en een paar molders die er nog regelmatig mee trouwen. Zij doen dat allemaal verniet.